Ga je nog kijken zaterdag in lederhozen gehuld naar de wedstrijd? Of, nou, ik verheug me er wel op, want een lekkere voetbalwedstrijd, daar heb ik wel weer zin in. Zelfs zonder publiek is het lekker om even weer te kijken. Nou ja, dat is niet leuk. Voetbal zonder decor is maar de helft leuk. Maar een goede wedstrijd, dat heb ik wel weer zin in. En wat Schalke Dortmund? Ik denk dat het publiek ernaar hunkert, hoor. Ja, dat moet ook inderdaad. Want het Duitse voetbal is minder populair in Nederland dan het Engelse. Ik denk dat ze geweldige cijfers hebben bij Fox. Dat denk ik ook, ja. Alleen het enige gekke blijft, want we wilden nog iemand van Fox uitnodigen, maar dat is helaas niet gelukt. Die kon allemaal niet. Wat gaat er nou eigenlijk allemaal gebeuren? Stel, donderdag of vrijdagavond horen ze, er zijn een paar spelers bij Bayern München geïnfecteerd. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, stel, er zijn er twee bij Schalke en twee bij Dortmund. Ik bedoel, hoe gaat het er allemaal uitzien? Geen idee. Ja, die blijven gewoon... Ik hoorde dus net... Die blijven drie weken weg. Per deelstaat wordt er anders over gedacht. Bij de ene deelstaat zeggen ze, het hele team moet thuis blijven. In een andere deelstaat, bij Köln bijvoorbeeld, mogen gewoon de spelers die geïnfecteerd zijn, mogen erbij weggehaald worden. En dan wordt de rest van het team gewoon weer getest. Die zijn allemaal in quarantaine geweest en die worden allemaal continu getest. Ja, maar met dat soort problemen krijg je als je nu gaat voetballen. Dat geldt ook voor Engeland, waar ook heel veel geld op het spel staat. Ja. Dus die zullen ook heel creatief worden met allerlei richtlijnen en zo. Je mag niet douchen, je moet je thuis Het zijn opkleden. Hele strenge coronaregels, ook voor de partners enzovoort. Kijk wat hier allemaal staat. Teams lopen het veld niet op, samen althans niet. Geen handen schudden, nou ja, dat is wel logisch natuurlijk ook. Geen omhelzingen, geen high fives. Er mag ook niet meer gespuugd worden. Dat vinden sommige spelers heel lastig. Voor Hans ook natuurlijk trouwens, Hans. Hè. Dat moet je ook niet vergeten. Nou ja, dat spugen was altijd jouw ding, hè? Kijk, hier de geheim. Ja. Mag je wel met jasjes gooien nog? Nou, Duitsland wel, toch? Duitsland mag je weer met jasjes gooien. Met die jakken. Met die jakken. Nou, hij staat er niet bij. Dat die hebben ze dus, jasje hebben ze niet meer. Trainers en spelers die jasjes. Oh. Ja, hier, dit mag wel, zo te zien. Ja, dat is gewoon goedgekeurd. Maar ze dienen ook een mondkapje erbij te hebben, zag ik net ook. Ja, de trainers. Ja. Dat is voor verhaal. Zal het wel een probleem zijn, hè? Melkorf. Ja, dat zou nog kunnen. Maar ze hebben er nog meer, want het zijn echt best wel veel regels. Het hele team moet samen in de kleedkamer zo kort mogelijk spelers desnoods thuis douchen. Maximaal 300 mensen. Dat heeft te maken met de mensen in dit geval in Nederland van Fox. En 40. Ja, dus in dat opzicht zijn dat er ook niet veel. En ook met partners. Maar het is ook de vraag, hoe gaat het naar de eerste speelronde als ze weer naar huis toe gaan? Nou ja, het is natuurlijk de grote proeftuin. Maar er zijn er nu 1724 spelers in de eerste en tweede Bundesliga getest. En er zijn er 10 van die 1724 positief. Ja. Als dat ook maar enigszins zo kan blijven, dan zullen wij ook wel misschien wel snel komen. Maar je moet er niet aan denken dat het uit de klauw loopt daar natuurlijk. Nee, maar ze moeten vanwege dat geld. 1 juni kunnen ze waarschijnlijk in Engeland weer gaan voetballen. Dat was dan vandaag weer bekend geworden. Die moeten dat natuurlijk ook afmaken. Maar ja, Rutte heeft al gezegd dat wij pas op 1 september mogen beginnen. Ja, dat sowieso. En AZ zou ook nog eens de rekening kunnen krijgen van die voorrondes van de Champions League. Want het zou zelfs mogelijk zijn dat die hele voorrondes van de Champions League worden afgeschaft. En dat ze nog niet weten wat er met die positie gaat gebeuren. Of dat ze 1 wedstrijd gaan spelen in plaats van uit en thuis. Ja, dus het is ook aan te denken. Dus door al die afspraken die er gemaakt worden. En wat je zegt, het is een beetje een proef. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!